Roel Braas, in de halve finale van de Skif kom je als zesde binnen op wel 150 meter afstand van de winnaar. Kun je dan verklaren? Ja, als je in de finale legt met Drysdale, Toefde en Sinek, dan moet je toch wat proberen. En je hebt het geprobeerd vanaf de start? Ja, ik denk ik ga gewoon vanaf de start erbij leggen en ik hield het tot ongeveer halverwege vol. En toen begonnen ze in te lopen en toen, toen was het voor mij eigenlijk al gedane zaken. Toen roeide ik nog tot de 1500 meter wel aardig door, maar toen was ik er al braaf. Toen ben je aan de B-finale van morgen gaan denken? Ja. Oh. Nou ja, kijk, als je dan al inhaalt, heb het niet meer zo heel veel zin om super hard door te gaan roeien. Ja, of tenminste, als je volle bak naar de 1000 toe gaat en je probeert wat en ze liggen al bij je. Dus dat je niet twee lengtes loslegt of een lengte, dan kan je het toch shaken. En als ik gewoon normaal gevaren had, hadden ze me bij de 500 gepakt. En dan had ik hier al op 6 seconden gestrand. Ja. Of op 7 van de derde. Nou. Door een ongelukje is er een vertraging opgetreden in het wedstrijdprogramma. Daardoor moest jij ook anderhalf uur later starten. Ja, klopt. Ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand was. Maar er is geen iets te drijven in de baan of zo. Of er was iets gebeurd. Kan je niks aan doen. Iedereen heeft er last van. Dat is niet de reden dat je niet helemaal goed gepresteerd hebt? Nee, want iedereen moet anderhalf uur later starten. Dus dat maakt allemaal niks uit. Nee. Nou ja, zoals ik al zei, je moet eens wat proberen. En volgend jaar roei ik wel met ze mee.